We hebben hier een biologisch landbouwbedrijf. En wat voor ons inhoudt dat we zoveel mogelijk met de natuur werken in plaats van tegen de natuur in. Dat begint bij gezonde bodem. Een plant is omgeven door duizenden schimmels en bacteriën. En die beschermen de plant tegen ziektes. Als je pesticiden gebruikt, verander je het totale bodemleven. En op die manier hebben we steeds meer chemie nodig om uiteindelijk een gewas te laten groeien. Wij willen graag ontwikkelen dat onze kleine babyuitjes zo goed en gezond zijn, zodat ze zonder problemen weerstand bieden. We hebben een nieuw plan. We gaan het plantgoed direct na de oogst behandelen met warme, vochtige lucht van 40 graden. Wat ervoor zorgt dat het gewas weerbaar wordt. Mijn collega's die kijken hier met heel veel belangstelling naar. Omdat dit uiteindelijk ook een antwoord kan zijn voor ook hun probleem. Zowel in de gangbare landbouw als in de biologische landbouw.